Cools en beers, welkom weer in een nieuwe video. In deze video even een korte crypto update en laten we ook gelijk erin duiken. Bij bitcoin zijn we eigenlijk niet echt heel veel verder gekomen. En dat komt ook een beetje door die beneden. Dat is de dollar currency index, die begint wel erg sterk te worden. Maar laten we eerst even met bitcoin beginnen. Want bitcoin die heeft nu die move down gemaakt. Dus de beslissing is gemaakt dat die naar beneden wilde gaan. Het heeft geen lower low gemaakt op dit gedeelte. Waar Ethereum dus wel wel iets lager is gegaan. Daar gaan we straks ook nog eventjes heen. Maar in dit gedeelte blijf je nu een beetje hangen. En zolang we hierin blijven hangen, kunnen we altijd wat met de alts proberen. En daar komen we ook straks even op terug. Uh, dus ik hou deze ruimte gewoon open voor in ieder geval de kansen. En mocht er daar doorheen breken, dan heb ik levels daar naar beneden. En die levels daar naar beneden dan haal ik altijd een beetje uit Petri. Of tenminste, dat geef ik meer door uit Patreon. Het is de 0.68, hier is bij de 22.350 dollar op dit moment. Als we hier een goede correctie gaan inzetten. En dat, wordt samen, of tenminste, dat komt overeen met squarps en andere FIPS die daarmee lopen. Dus dat zijn een beetje mijn entries, vooral als het naar beneden zakt. En mijn kansen dus hierboven. Dus je hebt in ieder geval deze uh, moving averages die je een beetje tegen kunnen houden hier zo. Dus bij de 28.000 dollar. En de bovenkant van de box, dat is de 29.000 dollar. Gaan we dat weer testen en hoger komen, dan biedt dat weer kansen om wellicht dit level eens een keer te breken. En dan kunnen we naar een 35 of zeggen we de 34.500 en de. 35.500 kijken, en ja, dat is dus een beetje de, de Bitcoin. Als je dan ook de dollar-currency-index eh, ziet, die zit beneden, die is op dit moment heel sterk en daarvoor kunnen we nog steeds wel veel rottigheid verwachten in de crypto. Het beweegt op zich niet heel veel, de Bitcoin, maar de dollar-currency-index is eigenlijk vanaf begin of half juli aan het stijgen en is echt al sterker aan het worden dan het gedeelte hiervoor. Het lijkt nu wel naar deze square te gaan. We gaan in ieder geval deze opzoeken, de 0,6 een belangrijke. Belangrijker ook hier het gedeelte waar je naar beneden zakt en echt de bodem probeert op te zoeken. En niet meer op terugkomt op dit gedeelte. Dus om dat terug te testen, dat is alweer een goed terug, uh, gedeelte om terug te testen. En waar je dus ook resistance kunt verwachten. Tenminste, daar verwacht ik resistance. En dat verwacht ik hier ook al, omdat je natuurlijk hier een aantal resistance plekken had. Als je dat weer even terug waar die hier resistance, hier resistance, hier resistance. Hier dan even wat lager. En hier duurde het ook heel even voordat je doorheen kwam. En nu breekt je er doorheen met weer echt best wel gezonde candles. Het laat heel veel kracht zien. En dat is echt wel gevaarlijk voor de crypto. Dus wees voorzichtig met elke entry die je pakt. Uh, maar de altcoins op zich, de uh, Ethereum, laten we daar nog heel eventjes naartoe gaan. Ethereum, die hebben we vaak op kraken. Ethereum maakte, bij kraken geen low-low, maar bij de andere exchanges maakte dit wel een low-low. Laten we die er ook even bij pakken. Bijvoorbeeld Coinbase maakte we een lichte low-low. En op een andere weer wat dieper. Maar ik heb hem vaak op uh, kraken. Want dan zie je eigenlijk gewoon een beetje waar hij naartoe wil gaan. Het pierce en die gekke wist wat het achterlaat. Je ziet ook dat het wat support krijgt. We zijn op die 0.786 zelfs geland. En op dit moment ook weer hier gedeelte waar je bij Bitcoin wel bij deze square bent gekomen. Dat is daarboven. Ik zal me even wat meer inzoomen. Bitcoin maakte hier dus een move en maakte deze square goed. En probeer nu weer hierheen te breken. Ik wil wel nog een toevoegen. Vorige keer dat we hier bij die moving average zaten. Dat was hier. Bleven we maar laag gaan totdat we met wat volume er doorheen braken. Maar niet een grote high high hebben gemaakt. Dus dat vertoonde ook alweer wat zwakte. Maar in dit gedeelte is Ethereum dus wat dieper gezakt. En omdat het dus wat dieper is gezakt. Hebben we ook weer wat meer ruimte om te groeien. En in ieder geval mijn eerste target wordt daar natuurlijk naar die square Niet deze met vis. Maar in ieder geval naar die square En dat is vanaf de prijs van nu. Hier een 5% en dan heb je altijd nog dit gedeelte wat je kan terugtesten, dat is een 12%. Maar je ziet dat die ruimte niet super groot is. En ik ga ook vaak dieper in Bitcoin-kant in. Bij bijvoorbeeld bij Peteren, daar geef ik echt alles weer. Ik moet even zoeken: dat is die. Bij Patreon daar doe ik de livestreams. En uh, wil je dus wat meer leren? Staat een linkje van in de beschrijving. Meld je aan en je kan het altijd een maandje proberen. En gelukkig weten de de meeste mij mee al te vinden. Maar het gaat in ieder geval hartstikke leuk. En ik krijg goede reacties erop. En ja, wil je wat meer weten? Dan weet je me ook te vinden bij de, bij de comments of bij privéberichten. Het zijn twee livestreams per week en extra video's en wat support. Dus we meld je graag aan en heb je vragen, je weet me te vinden. Je kan je ook nu aanmelden bij Bybit. krijg je een extra bonus van als je de link volgt in de beschrijving van de video. En zij hebben genoeg coins waarmee je kan handelen. Laten we ook straks eventjes gewoon naar de beste stijgers bijvoorbeeld hier eruit halen. Die Agla. Heb ik nog nooit gezien, maar maakt wel een 54%. Dus laten we straks even induiken. En daar kan je dus handelen. En handelen, dat gaat eigenlijk net als op elke andere exchange. Dus dat moet je allemaal goed, tenminste dat moet je wel goed uh, zien te vinden. Je ziet ook dat Bitcoin wat volume erin komt. Maar in ieder geval staat een linkje van in de beschrijving. Krijg je extra bonussen en ko korting op je trading via, fees. En je support direct ook mij erbij. En daar voel je helemaal niks van. En hartstikke bedankt natuurlijk daarvoor. Maar nog liever zie ik je bij Patreon natuurlijk. Laten we weer even in Ethereum duiken. Want Ethereum vindt nu ook wat support. Je ziet wat groene candles, maar nog steeds onder alle moving averages. En het heeft een beslissing gemaakt om naar beneden te gaan. Dus mijn eerste target wordt een beetje die 1700 dollar. En dan heb ik altijd nog die 1800 dollar voor targets. En als we dan verder gaan, dan. Kijken we het alweer verder? Op dit moment is gewoon die dollarcurrency index heel belangrijk en ook de omstandigheden in de hele wereld. En dat ziet er gewoon nog niet echt heel rooskleurig uit. Daarnaast heb ik ook Ethereum genoeg risico hieronder, in het gedeelte hieronder, waar het naartoe kan vallen en waar het teruggetest kan worden met square zijn en gedeeltes, wat echt gewoon niet meer terug is getest. En dan heb ik hier als eerste 0,786 bij de 1400 dollar en de 1350 dollar. Even snel Ethereum, en daarbij zie ik eigenlijk iets meer kansen in Litecoin. Even kijken, die hebben we vaak op Coinbase, en die valt weer iets hoger. Die, die blijft nog een beetje bij die 0,5 hangen. Deze hadden we gisteren iets meer gefeind, dus ga ik even weghalen. Voor meer moet je op Patreon kijken. Maar als we hier nu doorheen gaan, dan heeft Litecoin een grotere ruimte om te vullen. Merk ook weer op, Litecoin heeft wel weer deze scrip gevuld, waar Ethereum dat net, net dus niet heeft gedaan en Bitcoin wel weer. Maar daarna is het deze ruimte. En daarna ook nog eens deze ruimte. Dus als het een beetje doorheen kan breken, dan kom ik eerst die 0.2 die sessie tegen bij de 67,84 als eerste target. En dan een 0.382. Dat is een 14% van het prijs van nu. Ik koop natuurlijk nooit in groen, liever in grote en op vips. Maar de 0.382 geeft een 73,84. En dan heb je ook nog de 0,68. En dat is de 83,53 dollar. En dan kun je altijd nog hoger gaan. Maar ik zou eerst deze target in de gaten gaan houden. Dat is toch een 14%. Dat is Litecoin. Ik zag net een achterlaag staan bij Bybit. En die maakt een 54%. En die heb ik eigenlijk nog nooit meegenomen. Dus laten we er even wat dieper in duiken. En dat doe, ik doe ook natuurlijk aanvragen bij Patreon. Maar ook dit soort nieuwe coins en uh, nieuwe kansen bespreek ik allemaal op Patreon. Dus. Meld je graag aan, nog voor de laatste keer. En dan heb je geen reclame, geen, geen uh, promoties en dergelijke. Even kijken. Ik zie hier gewoon heel duidelijk dat dit heel veel moeite heeft met die rode moving average. Dat is de is 200 op de daily. Een hele belangrijke, zoals je kunt zien, want ook die blauwe, je blijft er maar onder. Je probeert er boven te komen. Je blijft maar loos maken. En nu heeft het eindelijk een keer bewezen dat we het geld liet zien. Dus op zich wel mooi dat uh, Bybit dat eruit haalt. En. Nu kan ik geïnteresseerd worden, want het laat nu wat zien, het laat hier wat geld zien, er komt geld in. Het vindt zelfs een beetje fips, ik heb het niet eens gefinetuned, maar ik zie al dat het een beetje fips vindt. Hier zie ik op het oog vallen en daarna hier, het pierst een beetje, tegen dat we lager kunnen gaan. Het laat hier ook een square achter, als ik op een kleine tijdframe ga kijken, dan zie je die square waarschijnlijk ook wat groter. Kijk deze candle, dat is één grote pump die je nooit meer hebt teruggetekend. Ah, je bent nu wel een heel stuk gekomen hoor. Dit kan gewoon goed terugtest zijn. Dus dit kan een hele mooie supportplek zijn om marktstructuur te maken, om eruit te kunnen breken. En dan bedoel ik natuurlijk uit die rode moving average waar we nu alweer een tijdje last van heeft. Want in principe test je dat voor het eerst hier een beetje begin september. Reactie erop. Je maakt een higher low. Laat nu maar die higher highs zien. En laten we eens kijken waar we die higher highs voor kunnen verwachten. Dus voor entries, als we nu een mooie retrace kijken, kijk ik naar een 4.5 dollar cent en een 3.6 en een 3.4 dollar cent. En voor target. En nogmaals, ik probeer het zelf altijd te fine tunen en erin te werken, maar leer dat bij me op Patreon. Oeh, kijk eens. Ik zie nu al. Want ik heb hier gewoon een wik waar, waarvan ik een meten. Dat heeft het overgelaten. Dus dat is de eerste meetpunt die ik heb. Ik kan ook nog groter pakken, maar daar kom ik straks even op terug. Je ziet hier mooi die body eronder bij die 026. Dan die body eronder bij die 0.302. Dat is echt een pump. Het gaat er echt veel te hard. Want laten we even kijken, we maken nu vandaag een 54%. Maar dat ding gaat gewoon een 238%. Welkom bij de crypto. Uh, en nu heb je al een mooie retrace gemaakt. Want in principe heb je wel. Je hebt zin nu in het groen, maar je, hebt in ieder geval ergens, je bent ergens uitgebroken. Je laat in ieder geval het geld zien. En daarna heb je een mooie retrace gemaakt om weer wat nieuwe kopers te vinden. En die vind je dus ook. Dus dit maakt best wel een goede case om wat meer te kunnen doen. Maar het kan eerst ook nog gewoon deze bodem testen. Want we zijn er nog niet uitgebroken. Maar stel dat we er nu uitbreken. Want het komt hij net niet tot en met die 0,68? Maar dit is een beetje fine-tuning. Nu zit hij er zo goed als bij. Dan heb ik hier gewoon even het kleine plaatje. Het nee, meestal niet het meest betrouwbare. Je ziet ook dat het door de VIPS zijn gaat. Maar belangrijk is die 0,68 en, en dat zit bij de 7,9 dollar cent. En dan heb je hier nog voor een iets hogere target, voor dat je er iets meer uit kan breken, bij die 0,769,5 de 9,5 dollar cent en de 9,9 of de 10 dollar cent. Iets betrouwbaarder is wat hoger gaan meten en een grotere leg pakken. Een grotere leg met geld dat je kan meten. En kijk eens waar je nu op uitkomt. Precies die 0,26 uitgemeten. En dan kom je zo goed als bij die 0,83 van net. De 9,8 dollar cent, Bijna die 10 dollar cent is je volgende target. En dan heb je hier nog een 14,6 dollar cent. Dat is even achterlaten. Wat ik al zei: van, ik ben deze nog nooit tegengekomen. Echt waar. En ik haal hem nu net even van Bybit. En we bouwen hem nu ook echt samen op. En dat doen we dus ook op Petrin. Uh, waar wij ook met Petrin wel leuk, uh, bezig waren. Niet met deze, moet ik als eerst zeggen. Want hier wilden we short gaan. En dat was zat meer in de aanvragen. Niet dat ik me daarachter wil verschuilen. Maar. In ieder geval. Het, het zit gewoon in een hype. En in principe wilden we je short gaan en het gaat alleen maar hoger. En nu had ik een andere grafiek ervan, want het was op zich gewoon een super mooie plek. Alleen lijkt het nu gewoon verder te gaan. En, en Omdat het nu verder gaat, wil ik eigenlijk alleen die targets nog eruit halen. De targets die ik verder heb, want dit is gewoon een hele belangrijke plek waar je recesses kan vinden bij die grote Dit is een grote leg naar beneden die we gemeten hebben. En dan heb je, ben je bij die 0,68 gekomen. Dan gaf het ook een reactie. Dat wil ik wel eerst even laten zien. Daarom was het een mooie shortplay. Het gaf een reactie van... 50% of bijna 50% drop. En daarna ging het weer naar boven. En ja, gingen wij eigenlijk uit van die low high inzetten om laag te gaan. Is niet gelukt. Ik geef ook wel mijn fouten toe. En uh, even kijken. We hebben ook gewoon nog de targets erboven zitten. Want gaan we hier naar boven. Dan heb je hier dus nog die 59 dollar. En die 62 dollar. 20 ongeveer, die 62,50 dollar. Dat zijn mijn volgende targets. En deze is echt goed om in de gaten te houden, want ook deze laat dus wat zien wat het in die drama-markten nu geeft. En daarom het bewijs dat er wat geld in springt. Dus er komt 400% in. Het maakt een move van 400%. Dus hier wil ik, als het een mooie, mooie bloed gaat laten zien en naar deze squares gaat of het risico eraf gaat halen, dan wil ik hierin zitten en wat proberen om hogere targets er misschien te krijgen. En dan kijk ik hier naar een eerste entry en dat moet ik allemaal nog fijnchecken voor de candles die ik ga krijgen want misschien gaat het nog wel hoger. Dat geeft nu een $26,30, een $19 dollar en een $17. Dollar. Waar ik bij deze meteen naar mij moest denken van, Hé, hey, hoe gaat, zal het dan met Ent? Gaan en Ent die springt ook gewoon weg en Ent die raakt ook nog steeds de targets en die is ook al wat verder. Deze heb ik een ander soort leg bij, waar je net bij teller ter, bij bij de 0,68 kwam. Ben je hier al bij die 0,76 gekomen? En het lijkt nu dat je daar echt wel struggles gaat krijgen en misschien nog iets hoger gaan naar die 0,83 hier zo bij de 5,24 dollar. En dit is dus ook wel een plek waar ik echt wel wat resistens voor heb. Want ook dit, dit heeft gewoon de hele tijd ons geld gegeven. En dat, ja, dan wil je gewoon geïnteresseerd blijven. En daarnaast wil je ook gewoon een keer dat het risico eraf gaat. Ik wil een keer dat het dit gaat breken, dat het deze trendlijn gaat breken. En als het dan gaat breken, dan wil ik als eerste wat diepere targets hebben. In principe heb je hier een basis gemaakt, marktstructuur, je begint hier te groeien, en dan heb je hier een 0,68 bij de 2,83 als we hier het resistance vinden, 2,87 excuses, dat is het feintje, daarom moet je bij Peter in zitten. Even kijken, dan heb ik ook nog een 0,76 bij de 2,27 en de 2,10. Uh, maar mijn eerste entries, mochten mocht het nu wat retracement krijgen, dat zal hier zitten, bij die. Even kijken, de 3,79 en de 3,43 tot de 3,34. Ik hoop dat jullie wat aan de video hebben gehad. Maar kijk zeker even naar de linkjes in de beschrijving en heb je wat vragen hierbij met te vinden. Hartstikke bedankt voor jullie aandacht: voor het kijken, voor het abonneren. En een heel veel succes natuurlijk. Adiós.